Nou, we zien natuurlijk dat, dat over het geheel van het jaar zeer veel Nederlanders Texel weten te vinden. Uiteraard zitten we nog volop in de coronatijd, dus alles gaat met protocollen en extra schoonmaak, 1,5 meter afstand, extra hygiënemaatregelen. Dat gaat allemaal prima. Iedereen heeft toch behoefte om er even tussenuit te gaan. Buitenlandse vakanties is nog niet echt altijd mogelijk. Dus ja, Texel is eigenlijk al geruime tijd een heel aantrekkelijke bestemming. Voor heel veel Nederlanders die er toch even tussenuit willen, kan hier ook prima. Een schitterende natuur, mooie bossen, grote stranden. Dus iedereen kan ook in alle veiligheid, laten we zeggen, buiten vertoeven. Er is genoeg ruimte voor. En ik denk ook dat we daar als Texel prima op ingespeeld zijn. En we verwachten best wel wat drukte. We zijn ook wel voorbereid. We hebben best wel wat dingen ingeslagen in de hoop dat je nou dan toch weer iets kan verkopen natuurlijk. Want we zijn eigenlijk een café. Nou, dat zit er allemaal voorlopig natuurlijk niet in. Ze hebben maatregelen in de straat genomen. Dat alles wel in goede banen verloopt. Ook in verband met de drukte natuurlijk. En dan hopen we er maar het beste van te maken. Nou, het paasweekend verwacht ik gigantische drukte hier op Texel. Alle bungalows zijn sowieso helemaal verhuurd. En ja, het wordt gigantisch druk op straat, denk ik, zaterdag, zondag. Tenminste, als het een beetje redelijk weer blijft. Wij zijn met 3 zaken zijn we volledig dicht natuurlijk. Maar ja, we doen een beetje to go, wat iedereen in Nederland doet. En we hopen dat de mensen een lekker drankje kunnen drinken. Taken wij natuurlijk. En zo hopen we door de paas heen te komen. En dat we maar snel weer open mogen. Dankjewel.